Zoetermeerse ondernemers ruzien over oudjaarsfeest. Voor vele duizenden euro's vuurwerk over de toonbank. En breken benen terug met de eerste gipsvlucht. Het is donderdag 29 december. Welkom bij het TV West Nieuws. Dag dames en heren. Kroegbazen in het stadshart van Zoetermeer zijn laaiend op de gemeente. Die sponsort namelijk een oud en nieuw feest voor jongeren van de stichting Mooi met een bedrag van 50.000 euro. En dat is volgens de horecaondernemers oneerlijke concurrentie. Hier in de box kunnen zaterdagnacht ruim 500 jongeren voor een tientje terecht voor een knallend oud en nieuw feest. Daarvoor krijgen ze 3 consumpties en publiekstrekker Gers Pardoel. En dat valt verkeerd bij de horecaondernemers in het stadshart. Ze halen een topartiest binnen voor een hele relatief lage intrekprijs van 10 euro. Daarbij geven ze nog 3 consumpties gratis ook. Dus u kunt daar niet tegen op concurreren? Hier valt niet tegen op te concurreren als ondernemer. Dat is heel erg moeilijk. Daar komt nog bij dat de kroegbazen aanvankelijk zelf een oud en nieuw evenement wilden organiseren. We waren in overleg met de gemeente om een groot feest te geven. En dat is om budgettaire redenen geschrapt. Ze hadden geen budget. En uiteindelijk blijkt dat de stichting Mooi die opdracht heeft gekregen. Maar de gemeente laat in een schriftelijke reactie weten. De lokale horecaondernemers zijn niet zelf met een initiatief gekomen om samen een groot feest te organiseren. Daarom organiseert de gemeente nu zelf een jongerenevenement. We hopen en verwachten dat het evenement naast alle andere maatregelen bijdraagt aan een veilig oud en nieuw. Meest boos maken wij ons omdat het naar één doelgroep gaat, het geld en het feest ook. En dat is alleen voor jongeren. En Zoetermeer is opgebouwd uit meerdere doelgroepen en ik vind je moet iedereen bedienen. Daarom was ons idee ook om één groot gezamenlijk feest voor alle doelgroepen te organiseren. Dat iedereen tevreden is en alles in één hand is. Maar goed, de gemeente dacht waarschijnlijk, die jongeren schoppen waarschijnlijk meeste rotzooi. Dus die gaan we lekker even buiten het centrum parkeren. Dat was denk ik de insteek van het hele verhaal geweest. Maar wij zien dat toch niet als een goede oplossing. Nou, we nemen nu bijvoorbeeld discotheek Amphion, is nu dicht. Die kan hier niet tegenop. Zijn doelgroep zit zo meteen daar op dat feest. En die ondernemer zit met zijn handen in zijn haar. Hij zegt, waar blijft mijn omzet? Na oud en nieuw wordt de proef met het jongerenfeest geëvalueerd. Als blijkt dat het een succes is, dan wil de gemeente graag volgend jaar met de horecaondernemers om tafel. De gemeente Den Haag wil voor 3,3 miljoen euro een aandeel van het ADO-stadion overkopen van een particuliere investeerder. ADO Den Haag wordt hiermee geholpen doordat ze dan jaarlijks zo'n 70.000 euro minder huur betalen. Volgens een woordvoerder was de aankoop van het deel al gepland in 2008, toen de gemeente een ander deel van het stadion kocht. Het plan moet nog wel worden goedgekeurd door de Haagse politiek. Collegepartij D66 is tegen de aankoop en de PvdA beraadt zich nog. Straks, de euro is geen euro meer waard, maar veel mensen hebben er nog genoeg over voor een hoop vuurwerk. Er wordt ook dit jaar weer volop illegaal vuurwerk gevonden. In onze regio staat de teller van deze maand al bijna op 3800 kilo. In november werd er al 3100 kilo Pools vuurwerk aangetroffen. Twee organisatoren van illegale schuurfeesten in het Westland hebben zich gemeld bij de gemeente. Zij organiseren nu met goedkeuring van de gemeente een gezamenlijk feest in een hal in Honslersdijk. De gemeente Westland is nog 3 andere illegale oud- en nieuwfeesten op het spoor. Boetes voor zulke evenementen kunnen oplopen tot 25.000 euro. Op Rotterdam De Heek Airport is de eerste gipsvlucht van het seizoen geland. Aan boord waren 12 mensen die van de wintersport terugkwamen met gebroken armen of benen. De eerste vlucht was dit jaar later dan gebruikelijk, omdat de sneeuwcondities in die skigebieden perfect zijn. De eerste pijlen, potten en knallers zijn vanmorgen over de toonbank gegaan. De vuurwerkverkoop is gestart. Komende jaarwisseling wordt er voor zo'n 65 miljoen euro de lucht ingeschoten. Ja, en sommige kopers dragen daar een heel groot steentje aan bij. Zitten we boven of onder de 100 euro? Ja, boven. Zitten we boven of onder de 200 euro? Boven. Zitten we boven of onder de 300 euro? Boven. Serieus? In totaal hebben we voor 2000 euro. Aan vuurwerk gekocht? Ja. Hoe lang heb je daarvoor gespaard? Lang, heel lang. Ook gewerkt natuurlijk. Maar ja, dat hoort erbij. Wat heeft u, mag ik dat vragen, wat heeft u daaraan bijgedragen? 1700 euro. Oeh, 200 euro of zo, 2,5, zoiets. En wat heb je hoofdzakelijk, sier? Ja, alleen maar siervuurwerk. Ja, voor hem knalvuurwerk dan.
Wat is er zo leuk aan die knallen? Ja, gewoon leuk om af te steken. Heel de dag hoor. Ja. Kinderen verheugen zich erop. En u? Nou ja, ik vind het gewoon leuk om te zien. Ik steek het zelf niet af, maar ik vind het wel heel leuk om te zien. Nou mag je tussen 10 uur 's morgens en 2 uur 's nachts mag je alles gaan afsteken. Ga je dat redden? Ja, ik vind van wel, ik ben mijn vrienden, dus dat ga ik zeker redden. Dat is nog een beetje doorwerken. Ja, dat sowieso. Zo, nou, ik ga weer verder shoppen. Ja, heb je nog geld over, dan vraag ik me af. Blijven bij het geld, want de euro is alweer 10 jaar. Is dat de reden voor een feestje of niet? Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de prijzen gestegen, maar zijn we niet echt veel slechter uit met de jarige euro. De dagelijkse dingen, en die zijn inderdaad vrij veel duurder geworden, vind ik. Ik werk ook in Denemarken, maar ik zou je wel vertellen, daar hebben ze nog steeds de kroon. En hun gaan niet met de euro in zee. Je wordt gewoon opgelicht. Alles is duurder geworden. Maar mijn gemak is dat ik meer eigenlijk pas ben gaan werken en verdienen op het moment dat de euro er was. Dus voor mij is het niet zo'n extreme omschakeling geweest. Al sinds de introductie van de euro wordt er flink gemopperd op de munt. Uit de CBS-cijfers blijkt dat de in 2002 geïntroduceerde euro ongeveer nog 85 eurocent waard is. Als we puur kijken naar de prijsstijgingen, dan zijn sinds de komst van de euro de afgelopen 10 jaar zijn de prijzen wel gestegen met 20%. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat is geweest door de komst van de euro. Want voordat de euro er was, hadden we ook gewoon prijsstijgingen. De olieprijzen die zijn flink gestegen en dat zien we vooral terug aan de pomp als we benzine kopen. Maar bijvoorbeeld ook de gasprijzen, die zijn echt 80% gestegen de afgelopen 10 jaar. Goed, bij de pomp, maar ook in het café en bij de viswinkel moeten we dus meer afrekenen. Maar er zijn ook zaken goedkoper geworden in de europeriode. Belangrijke dingen die goedkoper zijn geworden zijn vooral consumentenelektronica. Dus bijvoorbeeld video, televisie, computers, dat zijn zaken die goedkoper zijn geworden. Vooral tv's, die zijn echt 70-80% goedkoper nu dan 10 jaar eerder. Eén manier om je ongelukkig te voelen met de euro is het terugrekenen naar de guldenprijs. Maar het aantal mensen dat dit doet, wordt snel minder. Je geeft minder makkelijker een Hollands tientje uit als 5 euro. Als ik terugreken, moet ik altijd wel even schrikken. Als je naar al die dingen en die sombere dingen moet gaan lopen luisteren, dan lig je in Antonius over voor je het in de gaten hebt, hoor. A Merry Christmas and a Happy New Year. Goed zo, blijven lachen gewoon. Ook al was het een grijze, regenachtige dag, blijven wij ook gewoon lachen. Maar blijven we dit weer ook houden, weerman Huub? Nou, alleen morgen op vrijdag wordt het wel wat beter, maar het jaarwisselingsweekend zal ook weer wisselvallig, maar wel zacht verlopen. Ja, vandaag ook somber, grijs, enige tijd regen en ja, opklaringen waren dan ook nauwelijks. De temperatuur nog wel 8 graden, koud is het dus nog zeker niet. Maar vanavond en vannacht krijgen we een volgende storing te maken, of althans met onstabiele lucht, dus daar vallen buien. Misschien met hagel of onweer, dat zou kunnen. Voor de rest ook wel wat opklaringen, maar het gaat ook nog harder waaien. Langs de kust komt een harde tot stormachtige wind uit west tot noordwesten waaien. Voor de rest ook zware windstoten en temperaturen van 4 of 5 graden. Morgen dan is het dus tijdelijk wat beter. Misschien in de ochtend nog een buitje. Die trekken naar het oosten weg. Voor de rest wat opklaringen. Iets minder wind dan vandaag. En een temperatuur van 6 of 7 graden. Goed, dankjewel Huub. En dit was het voor vandaag. Meer nieuws vindt u uiteraard op onze website westonline.nl. Maar hoort u ook op 89.3 Radio West. En dan straks hier op TV West het derde deel van het Jaar van West. In dit jaaroverzicht kijken de mensen van Omroep West terug op het jaar 2011. Alvast een hele fijne avond.